Good morning jongens, zoals jullie zien, de meid is terug in Tellywood. En welkom bij een nieuwe video en super leuk dat jullie kijken naar de gloednieuwe vlog. Ik ben vanochtend naar Tilburg gegaan, as you can see. En ik ben me nu aan het klaarmaken om naar school te gaan. Ik had vanochtend best een vroege ochtend. Het is namelijk nu even voor 10:30 en ik ben al in Tilburg, dus... I mean, how much more proof do we need? Maar ik heb het heel erg warm van het lopen net richting huis. Met mijn koffer en nog een tas en een jas. En daar heb ik het een beetje warm van. Dus nu twijfel ik een beetje van wat doe ik aan. Want het is dus best benauwd buiten. Kut, zit een vlek of het jasje? Het is dus best benauwd buiten. Maar ik wil ook wel niet te enthousiast zijn of zo. It's the struggle. Ja. Yeah. Ik doe gewoon een dun jasje aan. Ik doe denk ik gewoon mijn blazer aan. Maar ik heb dus, oh ja, mijn rugzakje meegenomen. Kijk hoe cute. Die gebruik ik dus echt bijna nooit. En Deborah heeft zo'n rugzakje. En toen dacht ik echt van, ja, dit moet ik ook weer gaan gebruiken. Want dat doe ik dan niet. Die stond echt bij mijn vader op mijn kamer. Gewoon niks te doen. Is dit leuk? Ja, whatever. Die stond bij mijn vader op de kamer helemaal nutteloos te wezen. En kijk, ik vind het helemaal schattig. En het was vanochtend dus echt... Ja, het was vanochtend gewoon ook echt even handig. Om het op mijn rug te hebben, niet op mijn koffer. Want ik had al een extra tas. Helemaal amazing. Maar goed, de meid gaat nu naar school. We're back home. En het is tijd om even wat dingen te gaan fixen. Ik heb namelijk... enorm veel was. Ik moet mijn kamer een beetje poetsen. Ik had nog eten in mijn koelkast zitten. Echt van voordat ik hier wegging. Anderhalf week geleden. Dus die ga ik even uitpoetsen. Overal even een doekje overheen halen. En mijn bed opnieuw opmaken. We moeten echt even... get my shit together. Ik heb al een keer zo'n dag gehad in de vlog. Dit wordt weer zo'n dag. Let's get our shit together. 3 wasjes draaien. Zwart, wit, kleur. Bed verschonen. Stofzuigen. Alles afhalen met een doekje. Koelkast uitruimen. Let's do this! De koelkast is gevuld met groentjes en avondeten. Ik heb eitjes gehaald en brood gehaald. En of course ook nog een zakje chips. Boodschapjes in de house. Het is zo fucking benauwd hierboven. Maar het is buiten ook benauwd. En nu weet ik dus niet of ik mijn raam nu open of dicht moet doen. Want ik heb geen idee of het hier nou warmer is dan buiten. Maar jezus. Ik heb er warm van. Mijn bed is ook verschoond. Ik had dus weer mijn statiegeldflessen meegenomen. En of course weer vergeten om het mee of ook echt in te leveren. Dus dat was een beetje stom. Maar goed, de meid gaat zich even iets lunchen. Ik heb bijna alles gedaan. Behalve de was moet ik nog ophangen. En ik moet nog even stofzuigen. Ik heb wel al alles gepoetst. Ik ben lekker bezig. Het is een goede dag, jongens. Skirt, skirt. Oh, 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 de camera gaat in raar, jongens. Ik heb even een peel-off strip op mijn neus gedaan. Ik zat net een serie te kijken en ik deed zo en ik voelde allemaal brobbeltjes. Ik dacht, ik heb als het goed is nog zo'n ding. En that's true, ik had er nog 4. Maar ja, we gaan het eens even zijn werk laten doen. Ik zie jullie over een kwartiertje. Hello, it's time to take this bad boy off. Dit doet normaal echt pijn. Oh, hij heeft dus absoluut niet geplakt. Dit is echt één grote joke. Nou, normaal gaat het toch helemaal niet zo. Nou, dit was dus echt één grote flop. Ik heb het gevoel dat ik mijn neus natter had moeten maken. Dat stond er ook van tevoren. En ik had het gedaan. Maar ik dacht al van, hij plakt niet echt goed. Dus ik dacht, het is niet goed genoeg. Oh my god, dit is zo typisch. Oh, wat erg, wat erg. Maar goed hè, ik had in ieder geval een goede intention om iets goeds te doen voor mijn huid.
Het idee was leuk, de uitvoering, ja, net iets minder. Oké, schatjes, het is tijd om dit heerlijke schone bedje in te gaan. Dun, 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 dun. Oh, heerlijk. Nou, ik ga lekker tukken. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Leuk dat jullie er vandaag, of course, weer waren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een dagje in Tilburg een beetje te zien. Ik heb volgens mij echt alleen op mijn kamer gevlogd. Exciting views, jongens, toch? Dat is natuurlijk echt dit uitzicht. Dat ken je nog niet, hè? Nee. Nou, schatties, slaap lekker. Tot morgen. En goodbye. It's not that I want you here.